Bij een verkeersruzie in Tilburg is gistermiddag geschoten. Er zijn geen gewonden gevallen. De ruzie ontstond in de Bernard Loderstraat rond 5:30. Een auto met bestuurder stond midden op straat geparkeerd. En dat zorgde voor veel irritatie bij andere weggebruikers. Een van de voorbijgangers zou zijn gestopt en zou met een vuurwapen op de auto zijn afgelopen. Vervolgens heeft de man door een van de ruiten van de stilstaande auto geschoten. De schutter is er in zijn eigen auto vandoor gegaan en de politie denkt te weten wie de dader is.